Goed, Florin Parijs van N-VA bij mij in de studio. Welkom. Begrijp ik het goed dat u zei in de commissie, de minister had deze 15 illegale adopties kunnen vermijden? Wel, dat gaan we nooit weten en dat is ook wat ik gezegd heb. Maar ik heb erop gewezen dat tussen 2013 en 2015, wanneer dat die adopties hier moesten worden goedgekeurd, dat de commissie voor opvolging en overleg, dat is eigenlijk het overleg tussen de federale diensten en de Vlaamse diensten, niet is samengekomen. En nochtans is dat het kanaal waar dat je bespreekt hoe dat het gesteld is met de adopties uit een bepaald land. En die commissie die moest 2 keer per jaar samenkomen, dat is zo bij wet vastgelegd. En die heeft dat helemaal niet gedaan in die periode. En hoe komt dat? Ja, dat komt omdat de federale diensten en de Vlaamse diensten ruzie maken met elkaar. Nochtans heb je 2 ministers van dezelfde partij die verantwoordelijk zijn, zowel op het federale als op het Vlaamse niveau. En heb ik ook bij het begin, toen ik hier in 2014 als parlementslid begonnen ben, ja, ben ik dat gaan uitzoeken hoe dat zat en heb ik op die hamer geklopt, of op die nagel geklopt, liever gezegd, en gezegd van kijk, die moeten echt beginnen samenkomen, want dat is wettelijk vereist en jullie moeten informatie met elkaar uitwisselen. Dus u heeft wel degelijk parlementaire initiatieven genomen om die commissie te laten samenkomen? Ja, en dat gebeurt nu ook. En ja, ik ben blij dat de minister dat ook gezegd heeft, van kijk, onder andere door de initiatieven die jij genomen hebt, zijn er een aantal afspraken gemaakt, waardoor dat in de toekomst dit nooit meer zou mogen gebeuren. We kunnen natuurlijk nooit met zekerheid zeggen dat als die commissie wel was samengekomen, dat dit nooit had gebeurd. Ik zeg alleen maar dat dit wettelijk vereist was, het niet gebeurd is, en dat dat wel net op een moment was dat cruciaal was in deze adopties. En de minister had daar dus zorgvuldiger mee kunnen omspringen, dat zegt u eigenlijk? Ja, ik begrijp gewoon niet wanneer dat de wet oplegt dat je 2 keer per jaar moet samenkomen, dat je die wet niet naleeft. Dat is denk ik de essentie van wat wij hier doen. Als wij een regel maken, dan verwachten wij van de burgers dat ze die naleven. En dan verwachten we zeker en vast van de betrokken ministers en de diensten dat zij dat ook doen. Ja, de minister was alleszins not amused. Nee, zijn eerste antwoord was hij was hij een beetje boos. Zelfs had ik de indruk over het feit dat ik die vraag stelde en dat ik ze scherp stel. Maar de reden dat ik deze vraag zo scherp stel, is omdat hier ook wel het meest vreselijke wat er kon gebeuren, is fout gelopen. Hè? We hebben 15 gezinnen in dit land met kinderen die niet meer weten of ze nu uiteindelijk hun geboorteouders in Congo als hun echte ouders moeten aanzien, of dat ze hun adoptieouders, die voor alle duidelijkheid niks fout hebben gedaan, als hun ouders moeten aanzien. We hebben ouders in Congo en in Vlaanderen en in Wallonië die zich afvragen wie nu tot hun gezin behoort en op welke manier dat zijn juridische beslag zal krijgen. Dan sla je de bodem uit van onder een gezin. Ik kan me echt niet inbeelden wat dat moet betekenen om dat vandaag te moeten meemaken. Dus ik denk ook wel dat je dan scherp mag vragen aan het beleid van hoe is dit kunnen gebeuren en vooral hoe gaan we ervoor zorgen dat dit nooit meer in de toekomst gebeurt. Want zo'n dingen, zulke voorvallen, die ondermijnen natuurlijk het vertrouwen in interlandelijke adoptie. En dat moeten we absoluut vermijden, want interlandelijke adoptie is er om een aantal kinderen die echt geen andere toekomst hebben, er wel een te geven hier. Ja, en het vertrouwen van de kinderen tout court hier in ouders en in het systeem. Maar ik hoorde u zeggen in de commissie, in de toekomst zouden de biologische ouders, in het geval er nog zijn, de toestemming moeten kunnen geven dat hun kind wordt geadopteerd. Maar ook dat is niet waterdicht, denk ik dan. Want zo'n ouders kunnen onder druk gezet worden. Sommige ouders zijn analfabeet. Dus kan illegale adoptie wel vermeden worden? Wel, je kan er alleszins meer aan doen dan vandaag om ervoor te zorgen dat we echt achterhalen of een toestemming, wanneer dat er nog ouders zijn die in leven zijn, of die echt helemaal vrijwillig gegeven is. En in dit geval lijkt het erop dat ouders de toestemming hebben gegeven om hun kind op een sportkamp te laten vertrekken naar de hoofdstad Kinshasa, 850 kilometer van de geboorteplaats van die kinderen. En als zij dachten dat hun kinderen na een bepaalde periode zouden terugkeren. En nu blijkt natuurlijk dat die kinderen van daaruit illegaal geadopteerd zijn geweest. Ja, dat zijn toch dingen die je makkelijk kan verifiëren als je de toestemming hebt van ouders die bijvoorbeeld heel duidelijk zegt van kijk, dit is
getekend, dit is met getuigen bevestigd. En vaak gebeurt het ook dat er bijvoorbeeld kleine annonces worden gezet in lokale magazines of kranten om ervoor te zorgen dat wanneer een kind blijkbaar geen ouders meer zou hebben, dat er eerst naar op zoek wordt gegaan naar die ouders en om ervoor te zorgen dat echt niemand van de dichte familie de zorg van zo'n kind op zich wil nemen alvorens geadopteerd wordt. Dus je kan nog wel een aantal stappen inbouwen om ervoor te zorgen dat we meer zekerheid hebben dan vandaag. Maar ik ga natuurlijk niet vertellen dat je 100% zekerheid kan hebben. Maar in dit geval hebben we 3 keer extra betaald voor de adoptie van die kinderen. 1 keer omdat die malafide persoon die daar een weeshuis runde, vroeg aan kind en gezin voor extra geld. Dat is er toen gekomen. 2 keer omdat zij aan de ouders van de kinderen extra geld heeft gevraagd. Die hebben dat ook betaald. 3 keer op het moment dat ze moesten vertrekken, toen heeft die malafide persoon de kinderen verstopt en gezegd aan Buitenlandse Zaken dat ze ze alleen zou teruggeven als ze werd vergoed voor een aantal extra kosten die ze gemaakt had. Wist de minister toen al dat het om een malafide persoon ging? Wel, als je weet dat die incidenten zich hebben voorgedaan, ja, dan moet je op zijn minst je afvragen vandaag of je niet een aantal alarmbellen had moeten horen rinkelen. Als je weet dat die persoon ondervraagd is geweest door het gerecht in Congo, als je weet dat er een mensenrechtenorganisatie is die zegt dat ze contact hebben genomen met onze ambassade in Kinshasa om hen te vertellen dat er iets niet klopte met die adopties die het weeshuis Toumaini aan het uitvoeren was, dan heb je toch wel een aantal elementen die je met elkaar zou kunnen verbinden en waar je je vandaag moet over afvragen of dat niet tot een hogere alertheid had moeten leiden. Ja. Dat is denk ik het minste dat je kan vragen. Oké, okay. Laatste vraag. Wat als er een match wordt gevonden tussen de natuurlijke ouders en de kinderen die hier zijn geadopteerd? Wel, dat is een aardsmoeilijke vraag, want volgens mij is het zo dat de rechter dan moet beslissen in het belang van het kind waar zo'n kind zal thuishoren. En dat is nu echt een Salomons oordeel die zo'n rechter moet vellen. Ik zou absoluut niet graag in haar of in zijn schoenen staan, want wie kan zeggen wat het beste is voor zo'n kind? En zeker als je weet dat een vorm van gedeeld ouderschap op dagelijkse of op wekelijkse basis absoluut niet mogelijk is, omdat de ouders in het midden van Afrika wonen en de adoptieouders hier in Vlaanderen of in Wallonië wonen. Dus dat is de taak waar zo'n rechter dan mee belast is. En ik zou het in ieder geval niet weten, maar die man of vrouw die zal inderdaad zo'n oordeel moeten vellen in het belang van het kind. En dat is een beslissing, denk ik, waar heel veel mensen naar zullen uitkijken en die natuurlijk heel veel zenuwachtigheid creëert vandaag. Ja, inderdaad. En het laatste woord is er nog niet over gezegd. Nee. Dank je wel, Laurent Parijs. Graag gedaan. Kijk morgen zeker naar Studio Vlaams Parlement voor het Vragenuurtje live om 14:00. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.